Nou, iedereen is gelijk. En het is heel jammer als ze zeg maar niet een sport kunnen doen die ze heel leuk vinden, alleen omdat ze geen geld hebben. Dat vind ik gewoon heel oneerlijk. Ja, ik groei wel best snel uit mijn schoenen. En ja, daarom lever ik ze hier ook in. Dan heb je bijvoorbeeld net hele mooie schoenen en die zijn dan nieuw. En dan groei je er heel snel uit en dan kan je ze niet meer gebruiken en dan. Ja, dat is een heel groot probleem. Kinderen uit gezinnen met ernstige geldzorgen krijgen van het Jeugd van Sport en Cultuur een budget om te sporten en om een tenue aan te schaffen. Of schoenen en schoenen. En daar groeien ze uit of ze raken kwijt of ze gaan stuk. En dan moeten er nieuwe schoenen komen. Iedereen die levert schoenen in, omdat ze hebben te kleine schoenen of oude schoenen. En ze willen ook graag kinderen helpen. Nou, denk ik gelijk, als je allemaal sportschoenen inzamelt, ja, dat zal stinken en vies zijn. Nee, dat valt heel erg mee. En als je deze schoenen bijvoorbeeld ziet, die zijn zo goed als nieuw. Die kun je nog echt heel goed gebruiken. Die stinken dus ook nog niet. Ja, ik ga ze nog inleveren. Ja, hoezo heb je het nog niet gedaan? Nou, ik moet ze nog even schoonmaken, want ik zit zelf op paardrijden en ik heb nog oude laarzen, maar die zitten nog een beetje onder het zand. Deze, okay. Het is goed voor je lichaam. Als je bijvoorbeeld per dag iets van een kwartier of 20 minuten rent, dan word je meteen weer blijer, veel blijer. En als je veel sport, dan kan je je ook beter concentreren. En het is gewoon leuk ook. Ja, welke sporten doe jij allemaal? Ik zeil, ik surf en ik snowboard en ik schaats. Volleybal, kunstschaatsen, voetbal, gewoon buitenspelen ook. Paardrijden staat volgens mij al bekend omdat het duur is. Wat vind je van dat andere mensen het niet kunnen doen? Ja, dat is wel heel jammer. Maar waar de boerderij waar ik zelf rijd, die is dus ook heel erg gewoon voor kinderen die dit niet goed kunnen betalen. En dan maken ze het ook wel goedkoper voor die kinderen. En dat is ook wel heel leuk. Deze heeft mijn vader volgens mij, maar dan net iets anders. Ik vind het erg leuk, want dan kan ik iemand helpen. En dat zorgt altijd voor een blij gevoel bij mij.